sneun in augustus, de sinne die skint en alles dat vlug naar je grauw. Die Biersma die komt hier nu zingen. Nou, ik ken haar niet heel goed, maar veel oudere mensen die luisteren vooral haar muziek. Een hele goede muziek, jeetje, volle bak. Ik ga hier een famkenjonker mee, Sophie. Deze met je echt te danken aan Sophie Hapries. Ja, ik ga best wel even klapperen. Ja. Ik heb dus de kinderprijs gewonnen. Daarvan hebben we een high tea gehouden. Nu is zij hier om te zingen. Deze middagen die zo georganiseerd worden, dat zijn eerlijk. Dan is het zaterdagmiddag allemaal wel saai. Ja, dit is zo super wat het meisje heeft gedaan. En ze vindt het maar zo gewoon, hè? Ja, maar ja. Nee, ze vindt het leuk. Mensen helpen, mensen eenzame mensen bij te staan. Nou, daar kunnen wij nog van leren, denk ik. Ik doe het al op zich best wel lang, vind ik zelf. Dus dan begint het ook een beetje je vaste ding te worden. Als iedereen het zou doen, zou het nog beter zijn. Ja, want als het voor iedereen normaal zijn, dan zou het gewoon normaal zijn. Dan zijn er meer mensen eenzaam. Dan zijn er mensen blijer. Dan voelen ze zich weer beter. Of die voelen zich weer een keer vrolijk. Dan is het niet meer allemaal zo stom. Er zijn zoveel mensen die zo'n beetje aandacht. Dus meer is het niet. En dat doet zij. En dat is prachtig. Ik heb gelukkig kinderen die me opzoeken en zo. Maar verder valt het tegen. Ja, dit is zo mooi. Ik zeg ook, als je al die bekjes op en neer ziet gaan. En je geniet van minuut tot minuut. Dank u wel en Woltus. Dat is een geslaagde prijs. En ook wel een hele bijzondere dag. Kinderen kunnen heel veel verschil maken. Ik doe het in een ouderentehuis, maar jij kan het ook in een ziekenhuis of zo bij hele zieke kinderen doen. Het maakt niet uit, want als iedereen nou iets doet, dan wordt de wereld toch wel echt een heel groot stuk beter.